Kent u iemand die zich belangeloos inzet voor de gemeenschap door bijvoorbeeld als vrijwilliger werkzaam te zijn of door het verrichten van werkzaamheden voor een vereniging, dan heeft u nog tijd om diegene voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding 2018. Aanvragen moeten voor 1 juni aanstaande worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Tiel. Voor meer informatie over de diverse lintjes en de wijze van indienen, kijkt u op de website van de gemeente www.tiel.nl.